Welkom bij deze aflevering van Koken in een Grot. Een serie video's waarin ik probeer te demonstreren hoe makkelijk het is, hoe simpel het is om te koken als moderne holbewoner. Wat ga ik vandaag maken? Ik heb wat gehakt gevonden in de koelkast. Dat is gehakt die ik eerder heb gebruikt voor een palletje gehakt, meen ik. Is half omgehakt, heb ik over 150 gram ongeveer. Ik heb prei gevonden, uien en wat zoete aardappel. Daar ga ik nu een gerecht mee maken. We beginnen zoals altijd met het snijden van uitje of paprika als we dat erbij hebben. Dit keer heb ik alleen een uitje. Ik ga een half uitje gebruiken. Ik heb een hekel aan uien snijden, maar het hoort erbij. Zo, hoeft niet zo fijn. Boter in de pan. Mag best wel wat veel boter zijn, want ik ga daar zo meteen nog prei bij gooien. En in de smeltende olie kan gelijk al de ui, dat is geen probleem. Die gooi ik daar voorzichtig bij. Ik hou de temperatuur in de gaten, niet te hoog. Laat maar langzaam smelten die boter, want ondertussen ga ik nu mijn prei snijden. Eventjes insnijden. Dan kan dat jasje uit. Snij mijn kleine schijfjes. Niet te klein, niet te groot. Even op mijn uitjes letten. En dan kan ik weer verder snijden. Zo, en dat gaat gelijk bij de uien. Zo. En dit is echt allemaal nog super eenvoudig. Ik heb wat mails binnengekregen waarin mensen me vragen van, wanneer gaan we nou andere dingen doen? Bijvoorbeeld iets koken wat je op een verjaardag kookt of een kerstmaaltijd. Ik denk dat we daar nog niet helemaal aan toe zijn. Ik denk dat het leuk is om gewoon even door te oefenen tot we lekkere maaltijden kunnen maken met hele simpele dingen. En uiteindelijk, geloof me, kom ik toe aan coq au vin, dingen die we met zalm gaan doen, dingen die we met inktvis gaan doen. Ik ga die oven gebruiken. Ik ga allerlei exotische gerechten maken hier. Maar voorlopig even de simpele gerechten die we kunnen maken met hele simpele ingrediënten. Ik ga wat ik nu heb gemaakt, mijn ui en mijn prei, lekker op smaak brengen met de kruiden die ik hier heb staan. En wat ik er zometeen bij ga doen is oregano. En daar ga ik vrij veel van gebruiken. Heel erg lekker. Hoppata. Niet lullig daarmee. Zo, gerookte paprika gaat daar doorheen. En strooi ik even lekker vandoor. Uipoeder. En nu even opletten. Daar moet een klein beetje water door. En dat gaan we even door elkaar roeren. En dit laten we heel even pruttelen tot ik het gevoel heb dat de prei eetbaar is. Leg de aardappeltjes alvast klaar. Want dit gaat namelijk uit de pan zometeen in dit schaaltje. En dan pas gaan we verder. Ik schep dit over. Ui en prei. Met al mijn kruiden erdoorheen. En zodra we dat hebben gedaan, gaat daar onmiddellijk, zet het vuur iets lager, mijn gehakt in. Hartstikke idee. En die gehakt, die gaan we eventjes fijn maken. 150 gram gehakt. Twee personen. Is genoeg. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn we ongelooflijk veel meer vlees gaan eten. Waarom dat is, weet ik niet. Maar het is nergens voor nodig. 50 tot 75 gram vlees of dierlijk spierweefsel in de maaltijd. Of het nou vlees is of vis of gevogelte. Dat is voldoende. Ga ik eventjes mijn aardappeltje snijden. Zoete aardappel, die behandelen we als groente. En dat is niet iets ter vervanging van de aardappel die natuurlijk moderne holbewoners niet eten. Geen aardappels, geen bonen, geen granen en geen melkproducten. Schilletje hoeft er niet af. Ik heb hem gewassen, de aardappel. Ik moet nu wel eventjes op mijn gehakt letten. Gaat goed. Die nog even. Oh,
Altijd blij als ik hier van weg kom zonder ongelukken. Kleine blokjes. Zo, dit gesneden. Ga ik nog eventjes terug naar de prei die nu door de gehakt kan. Let op, prei en uien weer terug door de gehakt. Die gehakt zag er al goed uit. Het vuur staat heel laag, kan zelfs nog iets lager. Ik ga aan de slag met mijn aardappeltjes. Die ga ik bakken in olijfolie. Ik ga best wel een beetje van doorschenken. Die bodem een beetje bedekken met olijfolie. Zo, en dat gaat doorheen. Klein beetje boter nog. Zo. Even nog dit roeren. Hier is mijn boter al aan het smelten met mijn olijfolie. Dan denk ik dat het tijd is om de aardappels er gewoon in te gooien. Daar gaat hij. Zo, schillen al. Nou kan het vuur een beetje omhoog. Aardappeltjes gaan we even nu bakken. Dat kost een minuutje of, wat zal het zijn? 6, 7, 8. Ondertussen kan hier het vuur nu echt vanaf. Dus dit blijft lekker warm. Ik ga daar nog wel wat peper doorheen mengen. En wat gerookte paprika. Zo. Five minutes later. Mijn aardappeltjes zijn bijna gaar. Dat betekent dat ik hier nog even het vuur onder aan ga zetten. Tijd om deze maaltijd op te dienen. Dit kan uit. Zo. Zo. Eerlijk verdeeld. En dit is een holbewoner maaltijd. En ik zou zeggen, eet smakelijk.